Ik ben Valerie Hagen, ik ben 31 jaar en ik woon in Purmerend. Ik woon hier met mijn man Lex en onze twee zoons van 0 en 2 jaar. Ik geniet ontzettend van mijn twee zoontjes. Dus waar ik een jaar of 5 geleden minimaal wekelijks op de koelmarkt te vinden was, ben ik nu eigenlijk wekelijks in de kinderboerderij te vinden. Ik vind het ontzettend belangrijk dat jonge ouders, vrouwen ook, zijn vertegenwoordigd in de politiek. En ik zie daar een gat. En dan kan ik aan de zijlijn gaan staan om te zeggen van joh, dat moet beter. Ja, of ik kan zelf actief worden. En dus word ik zelf actief. De komende jaren vindt de VVD het belangrijk dus om grip te krijgen op de financiën. Ja, en dan moeten gewoon woningen gebouwd worden. Mijn kinderen zijn nu 0 en 2. Maar ik wil wel dat zij over 20 jaar een eigen huis, en het liefst in Purmerend of in de Beemster, kunnen vinden. En daarvoor moeten we wel gaan bouwen. Want er is gewoon te weinig ruimte.